Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Miitopia video. Vandaag mogen we een nieuwe Mii gaan maken als reiziger die met ons meegaat. En ik ga Toad maken, want samen met een Amiibo pakje moet dit volgens mij echt geweldig worden. Toad heeft volgens mij een rond hoofd. Uiteindelijk is Toad hartstikke kaal. Hij heeft eigenlijk ook gewoon geen wenkbrauwen. En qua ogen zijn het gewoon puntjes. Die mogen alleen wel iets verder uit elkaar staan. Ze mogen ook wel iets groter en iets, ja, langer zo. Ja, Toad heeft wel van die langwerpige ogen. Toad heeft eigenlijk twee gaatjes als neus, denk. Hij heeft eigenlijk geen neus. Maar ja, hij moet een neus. Die gaan we straks verbergen achter zijn mond. En Toad krijgt gewoon een glimlach. En die doen we dus iets omhoog. En dan zijn we er al bijna. Toad is alleen nog super klein. En op zich wel een beetje chubby. En zoals je kan zien heeft Toad een blauw pakje. Dus we kiezen blauw als favoriete kleur. Ik moet alleen wel heel snel de Amiibo gaan scannen. Want ja, dit ziet er eigenlijk niet uit. Hallo, kale Toad. Kale Toad is natuurlijk heel energiek. En kale Toad mag onze kok zijn. Ga maar lekker paddenstoelensoep voor ons maken. What up, Toad? Daar is die hoor, onze kok. Wat een baas, wat een baas. Hallo, aangenaam kennis te maken. Ik ben Toad, ik ben een kok. Ik kan niet wachten om met je op avontuur te gaan. En Toad heeft zich bij ons aangesloten. Nou, supergezellig jongen. Verwelkom Toad in je team. Ik dacht eigenlijk dat ik nog een lid had uitgenodigd. Nog één? Wat zou daarmee zijn gebeurd? Ik heb geen idee, dude. Ik weet niet waar die is. Jij bent een goddelijke stem, niet ik. Voorlopig zijn we in ieder geval met z'n drietjes. Kies een kamer voor Toad. Nou, weet je wat, Toad? Jij mag, voor nu mag je nog even in een andere kamer. We gaan even ons geld uitgeven. Ik ga voor de bronzen uitrusting. Ja, lekker man. Lekker, lekker. Huppakeedeetje dosie. Heel goed dit. Laten we Toad ook maar gelijk nieuwe kleren geven. Geniet van je nieuwe outfit. Chef-kok kleding. Hier, daar kunnen we ook nog een kleurtje aan geven, joh. Dat had ik net ook even moeten doen. Nou ja, maakt niet uit. We blijven bij blauwe Toad. En Peach wil HP-bananen. Gaan we niet doen, Peach. Maar we hadden ook game tickets, hè. En daarmee kunnen we spelletjes spelen. Steenpapier schaar. Dit is de steenpapier schaar automaat. Kijk hem met zijn gangster zonnebril. En als we hem kunnen verslaan, verdienen we 500 goud. Oké. Ik wil wel 500 goud. Steen, papier, schaar. Steen, papier, papier. Ja, deze winnen we. Deze winnen we. Hoppakee. Lekker. Krijg ik nu 500 goud. Zo easy. Oh, super chill, dude. Zin om nog meer te winnen? Nou ja, is goed, joh. Laten we nog een keer spelen. Oh nee, ik heb verloren. Oh nee, ik heb wel gewonnen. Ik keek scheef. Ik heb gewoon gewonnen. 1000 monies. Dit is lekker. En we gaan met 2000 naar huis als we nu winnen. Nee, jongen. Nee. Ik word niet te gierig. Doei. We gaan er vandoor met 1000 monies. Nou, weet je, nu kunnen we ook wel banaantje voor Zelda kopen. Dat kan er nou ook wel vanaf. Lekker hoor. Hier, geniet van je banaantjes. Oké, jongens, we gaan op pad. En ik kan maximaal 3 teamleden kiezen. Dus Toad, je mag gezellig mee, jongen. Dit wordt leuk, man. Maar eerst moet ik even je outfit fixen natuurlijk. Bij Rosalientje. Hallo, Rosalientje. Onze Mario-fan. Hoppakee, we gaan Toadje even scannen. Ja, ja. Dankjewel. Bah! Ze wordt helemaal gek. Ik vind Rosalina leuk. Toadkleding. Toad, kom eens hier. Ik heb kleding voor je. Trek eens aan. Ja, kijk Toad. Veel beter. Daar gaan we, jongens. Gezellig met z'n drietjes. Oh, wacht even. Het is de duistere vorst. De duistere vorst. Mr. Mime is terug. Ja, blijf hem maar voor de voeten lopen, hè. Duistere vorst, Mr. Mime. Zet je schrap, want ik ga je een lesje leren. Ik heb het gevoel dat dat nog niet gaat lukken. Maar oké, we gaan het proberen. Ja, Mr. Mime zegt ook, wat ben je een grapjas, joh. Als je er dan zo om zit te vragen, dan zeg ik geen nee. Rah, rustig. Wat is dit voor Super Saiyan Dragon Ball Z shit? Huh? Wat gebeurt er? Hey, dit zag er goed uit. Mr. Mime vraagt zich ook af, wie deed dat nou? De wijze deed dat. Een wijze en machtige tovenaar. Dan moeten we weer een nieuwe Mii gaan maken. Blijkbaar kan je ook gewoon Mii's krijgen. Bijvoorbeeld, je kan zoeken naar populaire Mii's. Hier, Dumbledore, Harry Potter, Mr. Iwata. Dit is wel even heel handig. We moeten eigenlijk even op zoek naar een Pokémon of zo. Deze Iron Man is ook sick, zeg. Maar ja, ik zoek alleen Nintendo characters, hè. Dus ik moet me wel houden aan mijn Nintendo thema. Ik vind het eigenlijk ook wel mooi om meneer Iwata hiervoor te gebruiken. Meneer Iwata was tot 2015 de president van Nintendo, maar toen overleed hij. Dus ik vind het op zich wel een mooi eerbetoon om voor de rol als tovenaar meneer Iwata te gebruiken. Ja, die voel ik eigenlijk wel. Ik ga deze gewoon gebruiken. Mr. Iwata, jij bent de magische tovenaar. Daar komt hij hoor.
Iwata to the rescue! Dus jij bent die duistere force waar ik zoveel over heb gehoord. Het is nu afgelopen met je walgelijke daden. Daar zal ik wel voor zorgen. De wijze Mr. Iwata. Let's go! Gebruik je magische krachten, jongen! Oh, Mr. Mime die denkt van, nou, Iwata is er, dan ben ik er vandoor. Daar ga ik niet aan beginnen. Hallo, meneer Iwata. Ik heet Mr. Iwata. Ik ben een reizende tovenaar. Ik ben Rikachu. Hallo. Nou, gezellig, joh. Gaan we lekker samen op reis. Je bent van plan om de duistere vorst te verslaan. Dat zijn we zeker. Maar je bent bang dat je niet sterk genoeg bent? Ja, weet je, ik denk dat we nog een beetje moeten trainen inderdaad, ja. Maar Iwata voelt een vreemde kracht in ons. Lijkt misschien nog niet zo krachtig. Maar naarmate je verder komt, zul je steeds sterker worden. Dus ga zo door. En hou vol. Nou, top. Maar ga je met ons mee? Als het lot ons gunstig is gestemd, komen we elkaar weer tegen. Oh, je gaat niet met ons mee. Je komt gewoon af en toe helpen. Oké, okay. Nou, dat vind ik wel helemaal mooi. Mr. Iwata, ik voel dat wel. Kies een Mii voor elke kasteelwachter. Hoe bedoel je kasteelwachters? Moeten we nog 4 Mii's maken? Wacht even. Je kan ook kiezen voor een toegangssleutel. Dan kan je dus op internet op zoek gaan naar de allerbeste Mii's. Ik heb dus iemand gevonden die allemaal Animal Crossing Mii's heeft gemaakt. Kijk hoe vet! Dit is vet! Mijn kasteelwachters worden sowieso Animal Crossing Mii's. Oh, maar nu moet ik alleen kiezen welke. Heb je er 326 gemaakt? Ze zijn hier gewoon allemaal. Dit is te tof. Dit doe je dus met make-up. Sowieso wil ik Sprocket. De serieuze soldaat. Oh, wacht even. Dit is een serieuze soldaat. Wie is een serieuze Animal Crossing villager? Sprocket is de fanatieke. Sprocket is natuurlijk een sporter. Oké, ik denk dat Enka best wel een serieuze soldaat is. Als je ook Animal Crossing villagers wil, de code staat hier boven in beeld. 2NLC1X9. Heel vet. Ja, Enka die past wel hoor. Die past wel. Dan gaan we naar Lummer. En die hangt vooral maar een beetje rond. Er gebeurt hier nauwelijks iets. Er gebeurt nauwelijks iets. Dan moeten we een lazy villager hebben. I know just the guy. Joey! Die ziet er leuk uit. Ons gele eendje. Joey! Luie soldaat. Ja, dat klopt wel. Stijn is eeuwig trouw aan de koning, maar een beetje eigenwijs. Dan kiezen we hier wel Sprocket. Let's go, Sprocket! Jij hoort ook bij het kasteel. En Teun doet zijn best, maar eigenlijk interesseert het hem niet. Wie moet dat worden? Weet je, dat mag Lucky zijn. Die doet echt zijn best. Maar ja, volgens mij is die toch al een soort van dood. Dus dan interesseert het hem toch niet meer. Lucky! Jij hoort er ook bij. Dit zijn de lakaien van het koninkrijk. Enka, Joey, Sprocket en Lucky. Dit is echt geniaal. Ik wou dat ik dit eerder had ontdekt. Wat vet. Kijk, daar staat Enka. Die staat hier gewoon al op ons te wachten, joh. We zijn in het kasteel van serieuze soldaat. Enka! Hallo! Hier naar het slot, Rekruton. Helaas mag ik geen onbevoegd personeel het slot binnenlaten. Ik ben bang dat je zult moeten omkeren. Oh. Oké. Nou, doei. Aangename kennismaking wel. Dan gaan we maar hier naar boven. Daar zijn we dan. Met z'n drieën. Zelda, Rikachu en Toad. Kijk hoe Toad beweegt. Toad loopt zo grappig. Ik vraag me af wie die wijze meneer Iwata is. Ja, Zelda ook. Het is nu afgelopen met je walgelijke daden. Daar zal ik wel voor zorgen. Ze doen Iwata na. Hey, een beetje respect voor meneer Iwata, hè? Oh ja, kijk. Ze vinden meneer Iwata echt heel cool. Pompidompidompidom. We kunnen nu weer een weg kiezen. Natuurlijk kiezen we de weg naar de schat. Wat denk je zelf? We zijn op schattenjacht. Snel! Let's go! Hallo, Toad. Die zegt, hey, hier ligt iets op de grond. Toad heeft een MP-snoepje gekregen. Nou, wat lekker, joh. Wat fijn voor je. Kijk ons lopen. Dit is toch te grappig. Yo, wat is dit? Een stapelwolk. Dat is niet fijn als er stapelwolken verschijnen. Ik keek de andere kant op. En ik heb iemand geholpen. Ik heb Zelda geholpen. Auw. Ik krijg wel zelf klappen. Doe eens normaal. Hé, en laat Toad eens even met rust. Kijk, Toad die schopt gelijk. Of die doet gelijk zijn pan op zijn hoofd. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig, Zelda. Val ook die andere rotslot maar even aan. Lekker, Rikachu. We gaan goed. We hebben alleen nog last van een wolk die het laat regenen. Oh, kijk, dan krijgt hij HP terug. Ik vind die Toad wel nice. Ja, die Toad die kende wel wat van. Wat ze vlot. Ik ga even mijn sprongslag doen op die stapelwolk. En dan hoop ik dat ik hem in één keer nak. 11 HP eraf. Nee, nog niet. Zelda doet even nog wat.
En die maakt hem wel kapot. Lekker Zelda. Team Zelda heeft gewonnen. Ik snap nog steeds niet waarom het niet Team Rikachu is. Waarom is het nou Team Zelda? Terwijl Tootje wel even lekker naar niveau 2 gaat. Ik vind die Toad echt te grappig. Toad is geniaal. Wie is jullie favoriet? Toad of Zelda? Laat het even weten in de comments. Oh, hier ziet Toad er wel echt heel lelijk uit. Dit is echt zonder kostuumpie. Hij ligt lekker te maffen. Ik kan wel even flink geld uitgeven trouwens. Ik heb toch nu echt superveel monies. Zelda wil graag de aardbeien-outfit. Dat mag, want daarmee gaat de afweer blijkbaar heel erg omhoog. Heel erg goed, Zelda. Ik wil wel dat je je amiibo-kleding aanhoudt. Dus we gaan alleen het effect dragen. Toad, die wil even een nieuw wapen. Ja joh, ik heb genoeg monies. Jullie mogen allemaal nieuwe shizzles. De anti-aanbakpan is handig om te hebben. En dan voor mezelf heb ik ook nog een pakkie. De bijenuitrusting. Heel sick. Heel sick. Ik denk dat we die ook gewoon aan moeten doen. Die is fantastisch. Uiteraard ook in de kleur geel. Ja hoor, we zijn een bij. We zijn een bij en dat is prima. Eens even kijken of ik een wolk lekker vind. Oh, vond ik blijkbaar niet zo lekker. Mijn HP gaat wel omhoog. En Zelda die houdt van de honing. Dus Zelda mag lekker de honing opeten. Hartstikke idee. Jongens, we gaan weer op pad. We gaan weer op pad. Ik wil naar de schat. Ja hoor, daar zijn we weer. Klaar, af. Ja hoor, het kan het wat langzamer vandaag, Zelda. Ja, jij hebt natuurlijk zo'n jurk aan. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om te lopen, ja. Wat zit hier in de schat? Het bijenzwaard. Nou, wat fijn. Die gaan we zeker ook even uitrusten, want we gaan nu keihard omhoog elke keer met alles wat we pakken. Heel nice. Moeten we hem dan ook even gelijk gaan testen? Gaan we battelen? We gaan battelen. Tegen gnoomhoofden. Wat ziek idee. Toad is echt een heerlijk mannetje. Kijk, hoppakee. Lekker zwaartje dit hoor. Zelda doet even een toegift. En daarmee krijgen we nog een beurt. Oh, kijk, dat is lekker. En dan gaan we snoompies. Ik bedoel gnoompies gaan we dan nakken. Easy peasy, guys. Hatseflats. Doei, gnooms. Het gaat lekker. Geen centje pijn. Nee, dit ging top. Zelda gaat door naar level 3. En die leert Orworm. Dat is een soort van Jigglypuff move. Daarmee leiden we tegenstanders één beurt af. Door een onweerstaanbaar dansdeuntje. Jigglypuff doet het ook, maar dan valt iedereen altijd in slaap. Oké, we gaan door. Waar gaan we nu naartoe? Naar de herberg. Kijk, onze relatie is weer verbeterd tussen Zelda en mij. Oh, wat een liefde. Wij vinden elkaar oké. Hey, ik ben liever een kennis van iemand, want dat waren we eerst, dan dat we elkaar oké vinden. Dit klinkt echt als... Ik weet niet, man. Dat is wel oké, maar... Ik moet eigenlijk niks van deze guy hebben. Zelda die zegt, ik wil naar de kamer van Toad gaan. Nou, dan ga je toch? Ga maar lekker naar de kamer van Toad. Hier, chill maar lekker met Toadje, joh. Zelda wil ook graag even een nieuw wapentje. Een megafoontje. Nou, geniet van je megafoontje, hoor. Geniet ervan. Kan je lekker in iedereen zijn oor toeteren. Iemand in je team heeft relatieniveau 4 bereikt met een ander teamlid. En daar krijgen we een medaille voor, blijkbaar. Geen idee wat je met die medailles kan. Nou, en voordat we naar NK kunnen, moeten we denk ik eerst hier alles gaan doen. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Want dan wil ik het kasteel binnendringen bij Enka. Doe even een blauw duimpje omhoog als je dit ook een fantastische serie vindt. Ik heb het er nog steeds heel erg mee naar mijn zin. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rikatune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!